Hallo, vandaag is de dag van de slang. Slang, slang. Bedoel je dan een levende slang of een tuinslang? Dat is een goede vraag. Laten we eens een slang gaan tekenen. Doe je mee? Ja, een slang. Hoe teken je nou een slang? Nou, eens even kijken. Zo. Zo, en we hebben een slang getekend. Een tuinslang. Ik denk alleen niet dat ze bij de Internationale Dag van de Slang een tuinslang bedoelen. Dus laten we ook even een echte slang tekenen. We zien zo'n kop eruit. Even een beetje platte neus volgens mij. Zo. Tongetje. En dan, ja, het zijn eigenlijk allemaal schubben die je heeft, hè? Dus die zou je ook allemaal kunnen tekenen natuurlijk, zo. Zijn het eigenlijk wel schubben of is het meer een gekarteld iets zo? Is dit meer een slang? Zo. Misschien is dat wel beter, hè? Zo. Ja, ik heb geen voorbeeld erbij gepakt, dus het is echt even uit mijn hoofd. Uit mijn hoofd. Nou, ik zie ook niet dagelijks een slang. Ik heb toevallig een buurman die heeft slangen. Maar ja, daar loop ik ook de deur niet plat. Dus ja. Een ratelslang heeft hier dan nog zo'n ratel aan zitten. Zo. Dat zou natuurlijk kunnen. Ik vind dit wel een hele mooie slang. Dan heb je natuurlijk ook nog een cobra slang. Die heeft weer hier zo'n verdikking in zijn nek. Misschien even kijken of we dat ook zo kunnen tekenen. Dat is dan weer zo. En dan die kop naar voren toe zo. En dan, ik weet niet wat daar precies voor aftekening in staat hoor. Ik teken nu even zomaar wat. Ook weer. Dat is wel een snelle manier om dat zo weer te geven. Met die zo even geruit. En die komt dan uit een mand of ergens waar die opgerold ligt. Zo. Ja, een cobra is weer geen ratelslang. Dan denk ik, dan doe ik hier zo'n rateltje aan. Maar dat is natuurlijk niet zo bij een cobra. Ja, goed. Nou, je hebt nu de tuinslang, hè. Zo. Die zit dus vaak in het gras. Of tussen de borders, om de plantjes water te geven. Ja, en ik kom liever de tuinslang tegen dan een giftige slang. Ik zou zeggen, ga eens op internet kijken voor voorbeelden van slangen. Probeer ze eens na te tekenen. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.